Breda Nu. Je weet het meteen. De langste miniatuur catwalk van Nederland is vanaf vandaag te zien in de Grand Theater Boekhandel aan het Van Cootplein hier in Breda. Initiatiefneemster Tine Merks geeft ons uitleg. Het is een 200 meter lange catwalk, een band van 15 centimeter breed. Daar staan popjes op, 15 centimeter hoog. En die zijn allemaal gemaakt met waardeloos materiaal. De basis is een bekertje met een dopje van een eierdoos erop. En daaroverheen zijn de mooiste werkstukken vervaardigd die je maar kan bedenken. Allemaal waardeloos spul wat je zo in een kastje kan vinden. Door wie zijn ze gemaakt? We hebben met 20 dames hebben we dat gedaan. Het zijn allemaal vriendinnen, zijn allemaal dames, ja, uiteraard. Ja, en dan waarom? Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Ja, wij moesten voor de cultuurnacht van Breda moesten we iets organiseren. En toen hebben we 100 modepopjes gemaakt op een catwalk. Dat was zo'n succes dat we zeiden van ja, wat doe je met die popjes? Toen zeiden we, nou gaan we er iets voor verzinnen. Dus toen op een gegeven moment zeiden we van, nou, we gaan de langste catwalk van Nederland maken in het miniatuur. Maar dat doe ik niet alleen. Daar heb ik hulp voor nodig. Dus al die vriendinnen die zijn mee komen helpen. En dat doen we voor het goede doel. En het goede doel is de stichting Limf & Co. Van Prins Bernhard eigenlijk. Hè? De zoon van prinses Margriet. Die heeft dat opgezet. En die zijn nu de donaties aan het verwerven. En hebben wij besloten om dat te doneren. Al het geld wat opbrengt, de popjes. Ja, want de popjes kunnen gekocht worden, die toch? Die kunnen gekocht worden. Die kosten 10 euro, dus zo duur is dat ook weer niet. En die gaan allemaal, het hele bedrag gaat over naar de stichting. Er blijft geen dubbeltje achter, want het is, net zoals ik zei, van waardeloos materiaal gemaakt. Dus onkosten hebben wij niet gemaakt. Het is de heel veel tijd die de dames erin gestoken hebben. Dat is hun bijdrage geweest. En dat is heel erg geslaagd. Het is erg goed gegaan. Ja, en dit goede doel, waarom hebben jullie voor dit doel gekozen? Nou, het was eigenlijk zo. Ik zag een keertje op de televisie Prins Bernhard uitleggen over het goede doel. Mijn zoon heeft namelijk ook non-Hodgkin. En vandaar dat we dit gekozen hebben. Alle dames wilden dat ook. Die zeiden, wij doen dat, gaan we doneren. En daar hebben we contact opgenomen met AMC in Amsterdam. En daar hebben we een mevrouw, Bianca, die ons begeleidt. En tussenpersoon is tussen de stichting van Prins Bernhard. En zodoende hebben wij gezegd van nou, dat is een goede stichting. Daar kunnen we vast van op aan dat goed terechtkomt. Ja. Is het officieel een record, de lengte van de catwalk? Nee, dat weten we niet. Want volgens mij is dit nog nooit bedacht. In ieder geval niet in deze vorm, want het is een verzinsel. Hè, om daar die bekertjes en die dopjes voor te gebruiken. Maar ik heb er nog nooit van gehoord. En wij wilden het wel in de Guinness Book of Records hebben, maar we waren te laat. We wisten niet tijdens welke locatie en dan moeten ze dat van begin af aan begeleiden en dat ging niet meer. Maar onofficieel rekenen we het goed als record. Dat dacht ik ook en wij zijn daar heel trots op.